Zaterdag Belgisch kampioen Dries de Bont. Dries, vandaag Tim Merlier beschermen of je eigen kans gaan? Ja, dat gaat een beetje afwachten zijn met het koersverloop. Tim komt ook terug uit een rustperiode en zei zelf ook van ja, ik ga afwachten. Ik denk dat Tim zijn taak vooral zal zijn vandaag verder nog bij te zitten op het einde en zo economisch mogelijk de dag door te brengen. Want dat gaat hier niet evident zijn op deze parcours. En ik denk dat we ook dat we rap gaan geviseerd worden vandaag als ploeg om te controleren. En ik denk dat we dat een beetje van ons af moeten duwen door altijd vertegenwoordigd te zijn in de frontlinies. En ik denk dat we als ploeg wel sterk genoeg zijn hier vandaag om ons niet te laten verrassen, zeg maar. Want het is hier geen makkelijk parcours om te controleren. Als je hier, je zet die rap mannetjes kwijt, als je ze hier op kop moet zetten en je komt aan de wijnpers en dan beginnen weer te koersen, en dan zakt, als je op kop gereden hebt, zakt er gewoon door daar, kun je anders. En dan wordt het moeilijk, hè, daarna. Want, dus het is hier een beetje kijken en proberen van met de juiste groepjes altijd iemand mee te hebben. En denk dat... Van wie verwacht je de meeste tegenstand? Goh ja, het is een beetje wat koffie te kijken, vind ik, want er zijn hier veel ploegen met jonge renners aan de start die we niet kennen, hè, die normaal op andere fronten koersen. En ik denk dat je daar veel verrassingen kunt verwachten. Ik denk dat Thibaut Nijs ook wel vandaag heeft aangestipt. En voor de rest is het wel kijken naar de ploegen die een beetje mee zouden moeten controleren met ons. A la Arkea met Bouhanni en totaal met Bonifacio die er vorig jaar ook won. Dus, het parcours bevalt jou? Het WK-parcours? Ja. Ik zie een lachje. Ja, inderdaad, bevalt me zeer. Ze hebben het ook een beetje veranderd ten opzichte van de vorige jaren dan. En nu liggen de hellingen eigenlijk allemaal veel korter bij elkaar. En ik vind het wel leuk. Ik kijk er naar uit om... Oké, succes alvast. Dankjewel.